Museum Naturalis, ondertussen ook alweer 2 jaar dicht, denk ik? Minder dan 1. Minder? Echt waar? Oh, in mijn beleving alweer zoveel langer. We missen het echt in de stad. We krijgen nog. Ja, oké, je hebt natuurlijk de T-Rex tentoonstelling nog tussendoor gehad. Ja, precies. Trix komt ook weer terug. Ik zal niet te veel gas voor je voeten gaan wegmaaien. Maar hier om iets te vertellen over Naturalis, Caroline Brunesse. Als je vast mag uitnodigen. Daar hebben we al wel een kijkje binnen genomen. En daar mag ik dus niks over zeggen. We mochten geen foto's delen nog op social. Maar ook dat wordt waanzinnig. Aan jou het woord over Naturalis. Dankjewel. Hallo allemaal. Zo stop je aan gaan staan. Ja, ik heb steeds maar het gevoel dat ik jullie een cadeautje ga geven met het nieuwe Naturalis. En dat we dat zo gaan uitpakken met z'n allen in de komende maanden. Wij moeten nog even wat geduld beproeven. We gaan pas na de zomer open. De precieze data die gaan we nog bekendmaken. Maar het zal eind augustus zijn dat iedereen hier kan komen kijken. Even een kleine impressie van wat we afgelopen jaren hebben gedaan. Hebben gezien de afgelopen tijd als je wel langs fietste of in de trein zat op weg naar Leiden. Dit is de oude situatie. Je ziet op de voorgrond het pesthuis. Dat hebben we natuurlijk jaren vanaf 1998 gebruikt als entreegebouw. En daarna ging je met een brug over de weg en kwam je in het museum terecht. Je keek dan eigenlijk aan tegen het kantoorgedeelte van Naturalis. Daarachter de hoge collectietoren. En om de toren heen was het museum met de vaste presentatie. De situatie is nu wel wat anders. Het pesthuis hebben we teruggegeven aan de Rijksgebouwendienst. Het staat momenteel te koop. De brug, de verbindingsbrug is afgebroken en we hebben alle faciliteiten verplaatst naar dit deel van de straat. Aan de linkerkant nog steeds zie je de kantoren, de hoge collectietoren en in de ruimtes onder de toren, waar dus vroeger de vaste presentatie en de tijdelijke tentoonstelling waren, daar zijn nu onze depots gekomen. En in het deel wat ernaast staat, daar is het nieuwe museum gebouwd. Ik ben verantwoordelijk voor de inrichting van het museum. En ik loop er bijna dagelijks rond. En het is fantastisch om zo helemaal opnieuw te mogen beginnen. Niet alleen met het gebouw, maar ook met de inrichting ervan. En ik kan niet echt zeggen dat we de vaste presentatie een beetje hebben veranderd. Het is gewoon echt helemaal anders. Ook omdat het gebouw helemaal anders is. We hebben vorige week burgemeesters en wethouders op bezoek gehad. En die waren ook echt, nou ja, ondersteboven ervan. Wij zijn als Naturalis ook erg blij voor onszelf en voor de stad. Maar ook inderdaad voor onszelf, omdat we afgelopen jaren door fusies steeds groter zijn geworden. Met meer collega's gekregen, meer collecties gekregen. Naturalis had ook steeds meer bezoekers. We groeiden echt uit ons jasje. En we hebben de afgelopen periode ook verspreid over de stad gezeten met onze collecties en fietsen steeds maar heen en weer. We raakten een beetje het gevoel kwijt van de collega's onderling. En nu kunnen we eindelijk weer terug met z'n allen in het grotere gebouw. Straks, als je hier aankomt rijden, dan zien we het gebouw op deze manier. Als je dan een klein stukje verder gaat, dan zie je het nieuwe museumdeel in zijn volle glorie. Het is een ontwerp van Leutelings Riedijk Architect, van Michiel Riedijk. En straks dan kunnen de mensen die vanaf het station komen, kunnen vanaf deze kant het gebouw in. Of je gaat er omheen en dan parkeer je auto aan de andere kant en dan ga je vanaf deze kant erin.
De ingang ligt dus tussen de oudbouw en de nieuwbouw in. En ook onze medewerkers die komen daar straks binnen. Dus straks alle medewerkers, de onderzoekers die we hebben, iedereen komt binnen in hetzelfde deel. En de bezoekers van het museum kunnen linksaf het museum in. En wij gaan zelf rechtsaf de kantoren in. Naturalis is niet alleen een museum, maar ook een groot onderzoeksinstituut. We hebben meer dan 120 wetenschappers die bij ons werken. We hebben een collectie van 42 miljoen objecten. Er zitten ook heel veel kleine vliegjes bij hoor. Maar die komen dus straks allemaal daar bij elkaar. En natuurlijk hebben we ook een functie als museum, het publieke deel wat we hebben. Wij hebben gemerkt door de jaren heen, kregen we steeds meer families die Naturalis hebben bezocht. En daar willen we ook ons op richten de komende tijd. Het is niet zo dat we alleen voor families zijn. Volwassenen die met z'n tweetjes komen, die zullen zeker ook heel erg naar hun zin hebben. Maar je zult wel merken dat er gewoon heel veel gezinnen komen en ook scholieren. We richten ons op een getal van ongeveer 425.000 bezoekers, wat we per jaar willen gaan bereiken, waarvan ongeveer 60.000 leerlingen. Als je straks binnenkomt, dan is dit wat je ziet. Dat heeft nog bijna niemand gezien, maar dit is een fantastisch atrium, een entreegebied, waarbij je dus die fantastische glaspap die je al vanaf de buitenkant ziet, nu ook van binnen ziet. Het bladerenpatroon wat daar aan de buitenkant wit is, is aan de binnenkant helemaal afgetimmerd van eikenhout. En als je dan verder omhoog kijkt, dan zie je dus die glaskroon, 42 meter hoog. En daarvoor de trappenberg, zoals de architect dat noemt. Langs de trappen kan je hem omhoog slingeren om alle verschillende zalen te gaan bekijken. Helemaal bovenin, het gebouw wordt eigenlijk steeds mooier hoe hoger je komt, omdat het ook steeds lichter wordt en langzamerhand krijg je ook een uitzicht over de stad. En waar we ook nog een terras hebben waarbij je uit kan kijken op de duinen en ook Den Haag goed kan zien liggen. Kan best nog even, dit is een doorsnede van de maquette die we gemaakt hebben. Hier zie je ook heel goed de begane grond. Daar zijn dus alle functies centraal gekomen, de publieke functies. De begane grond is ook gratis toegankelijk voor iedereen. En daar bevindt zich ook de allereerste museumzaal. Daar bevindt zich de toegang tot het auditorium. Daar komt een mooie winkel, daar komt een fantastisch restaurant. En we hopen ook echt dat dit een hotspot gaat worden op het Bioscience Park, maar ook voor Leiden. Het is gewoon een plek waar je altijd even naar binnen kan lopen, om een cadeautje te kopen of een kopje koffie te drinken. En langzamerhand ga je dan dus met de trappen of met de liften natuurlijk ga je omhoog. Het idee is dat je eigenlijk, het atrium is steeds heel licht en groot. Daar kan je weer oriënteren. En als je dan de trap op gaat, dan kom je steeds op een etage en daar kan je een donkere ruimte ingaan. Daar duik je bij wijze van spreken de wereld van de dino's in of de wereld van de ijstijd. En daarna kan je weer even terug naar het centrale punt, kan je weer even ademhalen en bedenken van heb ik nog energie, kan ik nog door? En dan kan je nog weer voor een ander thema kiezen. Dit is een plattegrond, maar eigenlijk ook dus de doorsnede. Dan zie je dat we gekozen hebben voor verschillende thema's. En ik zal even een aantal thema's toelichten en wat plaatjes laten zien om jullie een impressie te geven. Op de begane grond hebben we life science. Dat hadden we ook al in het oude Naturalis. Maar zo te zeggen, dat is eigenlijk Naturalis voor de schermen. Laten we daar zien wat we normaal achter de schermen doen. Het is de etalage van het hele instituut. Het gaat dus niet alleen over biologie of geologie. Maar het gaat ook over hoe we onderzoek doen, hoe we verzamelen, hoe we dat bij elkaar krijgen. Je kunt daar bijvoorbeeld naartoe straks om een live preparatie mee te maken van een vogel. Of daar zit een expert en die kan je een vraag stellen omdat je net een steentje gevonden hebt op het strand en je wil weten of het een fossiel is of dat het gewoon een steentje is. Iedereen kan daar dus straks ook binnenlopen en ik denk ook dat het een mooie plek is om in contact te raken met onze collega's. Nou, dit is de zaal nu. We zijn druk bezig om hem op te bouwen. Er is een hele grote stelling neergezet die straks vol komt te staan met collectie. Onder andere Stier Herman natuurlijk. Maar misschien ook wel de duikbakken van ons marineteam. Als ze dan even naar Azië zijn om daar naar koralen te gaan kijken, dan zijn de duikbakken weg. Maar dan kunnen we vanuit daar een live verbinding maken met het team. En kijken van, oh, wat hebben jullie vandaag ontdekt? Vertel eens eventjes. En zo proberen we dus ook te laten zien wat we allemaal doen in de rest van de wereld.
De tweede zaal is een hele grote zaal, die noemen we zaal 9. Daar gaan we 3 etages inbouwen. Dat is water, land en lucht. En als je er doorheen loopt, is eigenlijk alsof je door een groot landschap loopt. Waarbij je heel veel opgezette beesten ziet. Met daarboven grote schermen. Waarop je dus het leven ziet in het echt. En daar komt ook een grote olifant te staan. We hebben een Afrikaanse olifant aangekocht. Kito is dat, die was overleden in een Tsjechische dierentuin. En die hebben wij kunnen krijgen en die hebben we geprepareerd de afgelopen periode. En die krijgt daar een ereplekje in die grote zaal. Dit is een zaal die gaat helemaal over de krachten van de aarde, onder andere over vulkanen en over aardbevingen. Daar hebben we een Volkswagenbusje neergezet. Het is meer een symbool voor mensen die zogenaamd op vakantie zijn op Hawaii. En daar op surfvakantie gaan en er eigenlijk achter komen dat Hawaii een vulkaaneiland is. En op die manier leer je als bezoeker dus kennis maken met een best wel ingewikkeld onderwerp van plaattektoniek. Maar op een hele vrolijke en aansprekende manier. Nou, dan tot slot nog even de dinozaal. Deze zaal, dit is een artist impression van bovenaf. Je ziet heel goed dat we grote doeken op gaan hangen waar je tussendoor gaat lopen. Voor ieder doek komt een dino te staan, bijvoorbeeld de plateosaurus. Maar we hebben ook de stegosaurus, de camerasaurus. En op de doeken gaan we projecteren omdat we heel graag animaties wilden laten zien van de dino's zoals ze ooit waren, zoals ze bewogen, zoals ze gronden. Heel vaak als je in natuurhistorische musea komt, dan zie je alleen die fossiele skeletten. Je ziet een groot beest staan, maar je hebt eigenlijk geen idee dat het echt een dier is geweest. Je ziet alleen de resten daarvan. En dat wilden we heel graag in deze zaal laten zien. Hier zie je hoe we bezig zijn om de zaal op te bouwen. Dus enorm hoge doeken, 12 meter hoog. En daarvoor skeletten. Onder andere de camerasaurus, heel leuk. We hebben daarvoor samengewerkt met de LIS hier in Leiden, Leidse Instrumentenmakerschool. Die hebben voor ons het frame gemaakt waarin de dino bevestigd wordt. Dus we zoeken daar ook de samenwerking met partners. En nou natuurlijk tricks. Onze tricks, nou niet alleen voor ons, maar van jullie allemaal. Ze staat op dit moment in Glasgow bij het Hunterian Museum, het Universiteitsmuseum in Glasgow. En begin augustus komt ze weer terug en dan krijgt ze eindelijk haar laatste bestemming in deze grote zaal. Dus hou ons in de gaten. Het wordt prachtig. Ik zei al, het lijkt een soort cadeautje wat we gaan uitpakken. We zijn het nu nog aan het inrichten. Maar na de zomer kunnen jullie allemaal komen om daarvan te genieten. Dus van harte welkom. Dan kun je één indicatie geven van wat jullie aan bezoekersaantallen gaan verwachten? 425.000. Dat moet kunnen. Dat heet je makkelijk volgens mij. Dankjewel, Caroline.